Ik ben Rebecca en ik heb de voorstelling Heimat gemaakt. Zijn met mij, ik ben Frik. En ik heb de vraag gesteld aan de mensen van de Marxisters of ze marxistischer zijn geworden door het maken van de Marxisters. Of ik marxistischer geworden ben. Er is in ieder geval heel veel veranderd door de tekst en door te lezen over Marx, over het tijdsbestek, over Europa op het einde van de 19e eeuw. Maar ook Amerika, Rusland. Voor mij heeft in ieder geval het woord solidariteit een heel nieuwe invulling gekregen. En dat vertaalt zich ook in het denken over mijn werk. Dus ja. Ja. Of ik daarmee precies marxistischer ben geworden, dat zou ik zo niet durven stellen, maar het heeft mijn denken en over de wereld en over mijn werk, over het toneel wel veranderd. Misschien wel drastisch veranderd, ja. Ik vind het in ieder geval een vrij slimme vraag van Heimat, want of ik marxistischer ben geworden, dat houdt natuurlijk in dat ik in eerste instantie al marxistisch ben. En dat ik het dus blijkbaar, de vraag is of ik het nog meer ben geworden. Marxist is op dit moment volgens mij het minst geliefde woord dat er bestaat, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk het wel, dat ik marxistischer ben geworden. Al was het alleen maar omdat ik het woord bourgeois nu steeds vaker gebruik en ik ook geloof dat daarmee dat je daarmee iets aanduidt wat vrij helder is en goed te begrijpen en waarmee je goed kunt communiceren. Ik moet eerlijk gezegd eigenlijk aan twee woorden denken, aan solidariteit en vervreemding. Het begrip vervreemding is in tegenstelling tot het begrip bourgeois veel moeilijker te begrijpen, maar toch appelleert het voor mij aan een directe relatie met je werk, met wat je doet en de voorstellingen die we maken, wat we beweren te zijn. En daarmee ook de vraag, klopt dat wel? Ben je echt wat je beweert te zijn? Dat is een vraag die heel erg in de Marxisters gesteld wordt. En solidariteit, ja. Voor mij expliciet ook in het me uitspreken over de wereld. Ja, ja. Ik draag hart boven hart, een warm hart toe, ook expliciet bij deze.